23 jaar, bijna zijn hele leven, woonde Martijn Maaskant in het dorpje Zuidland, ten westen van Spijkenisse. Hier leerde hij vanaf zijn 12e fietsen. Na 2 keer de Tour de France al te hebben uitgereden, fietst hij vandaag bijna door zijn voormalige achtertuin, bij het huis waar zijn ouders nog steeds wonen. Anders moeten we er altijd honderden of duizenden kilometers voor rijden. En nu is het vlak om de hoek en dat is gewoon hartstikke leuk. En het weer werkt ook mee natuurlijk. Ik heb altijd wel van gedroomd om ooit een tour mee te doen. Even 2 keer meegedaan, maar nu ook vlak langs je woonplaats. Dus ja, dat is wel heel leuk. Ja. Ik krijg net een sms'je van Martijn en die laat weten, die schrijft veel plezier. Ik hoop dat ik jullie goed zie, Martijn. Het is al vroeg druk langs de Groene Kruisweg bij Zuidland. Tussen de honderden mensen staat neef Lennart Vechter, ook een wielertalent. Jaloers? Ja, best wel natuurlijk. Iedereen wil dat natuurlijk. Als je wielrenner bent, wil je graag Tour de France rijden ooit een keer. Dus dat hoop ik ook. Dat zijn er zo weinig die dat lukken. Maar ja, wel leuk dat het hem is gelukt natuurlijk. Er zijn wielrenners die in hun woonplaats even stoppen om familie en vrienden gedag te zeggen. Maar of dat dit keer ook lukt? Hij zou het wel proberen om van voren te rijden, dat heeft hij wel gezegd. Maar hij weet hier elke steen te leggen natuurlijk. Dat scheelt ook wel een beetje. En dan, na 3 uur wachten in de brandende zon, is het zover. Heel emotioneel, maar hartstikke in mijn keel eigenlijk. Ja, ik sta ook echt helemaal te bibberen. Echt een beetje te trillen. Want. Ja, ja, en voor hemzelf ook. Ik dacht dat hij ook echt wel een beetje... Ja, hij was best een beetje geëmotioneerd, dat zag ik wel. Maar, ja, ik zag het ja, wel. Wij ook. Het was echt een heel mooi moment. Ja. Ja, dat vergeet je nooit meer.